is thuis zitten en toch willen blijven oefenen, omdat Qigong heel goed is voor het immuunsysteem en voor uw algehele gezondheid. En we gaan dus Qigong doen. We gaan de vijf elementen Qigong doen. Dat zijn oude Taoïstische bewegingen die speciaal gericht zijn op vijf verschillende orgaangroepen. Ik ga er niet te veel over uitleggen, we gaan dat gewoon doen. Dus doe maar gerust mee. Als je iets laat weten, even een commentaartje of een likesje of zoietsje, dat is heel plezant voor mij, dan weet ik ook dat je er bent. En dat is plezant voor elkaar, want we doen dit voor een stuk natuurlijk ook voor de verbondenheid een beetje te ervaren in deze toch soms moeilijke tijden. Dus, we gaan beginnen met een opwarming. En daar is Ingrid. Hè. Dag Ingrid, welkom. En Bertje, goed dat je er bent. We beginnen met te schudden. Zet je voeten maar goed breed. En schud vanuit je knieën. Hey Mattie, de heupen. De schouders. De bedoeling is van alles los te schudden. Hey Ludgert, leuk dat je er weer al zij. Dit is de zevende keer dat we dit doen. Dat heb ik net gehoord en geteld. De ellebogen, de polsen. Goedemorgen aan. De bedoeling is dat alle gewrichten loskomen. Alle spanning, alle blokkades komen los uit de gewrichten. Hey Mieke, Marleen. Alle vermoeidheid, blokkades, alles komt los. En dan gaan we al die spanning afvoeren naar de grond. En dat doen we door op de tenen te gaan staan. Inademen, inademen. En laat los. En dat afvoeren doen we nog twee keer. Doe dat maar op je eigen ritme. Voel hoe alles naar de grond toestroomt. Nog één keer. En nog een keer, schudden. Schudden vanuit de knieën. De heupen. Heel de wervelkolom. Al die kleine facetgewrichtjes in en rond de wervelkolom. Van onder naar boven. Schud die maar allemaal los. Alle spanning eruit. Tot helemaal in de nek. Schouders, ellebogen, polsen. Heel je lichaam is nu aan het vibreren. En je kunt snel of traag, hard of zacht, kies maar wat bij u past. En dan terug alles afvoeren naar de grond. In drie keer. En laat los. De handen en de armen, het vallend paard, dus dat is de polsen schudden. De ellebogen schudden, ziet er een beetje raar uit, maar dat is dan het voordeel voor jullie, niemand kan u zien. En dan terwijl je de schouders schudt, gaat je door je benen buigen en krijg je een vallend paard. En terug omhoog met heel ontspannen armen. En nog een keer, polsen. Hey, Luc. Dag Sjaan. Zevende keer Sjaan. Ellebogen. En de schouders. En dat doen we nog één keer. Dag Miek. Goedemorgen. Wie is er nog allemaal? Maries, Rita. Maureen. En de schouders. Oh.
Oké. De voeten op schouderbreedte. En de knieën zijn ontspannen. Uw staartbeentje richt zich naar de grond. Dus dat is een beetje... Uw bekken gaat een beetje kantelen daardoor. En uw kruin omhoog. Sta stevig. Stevig als een boom. Dus met uw wortels diep in de grond. En je kunt echt met uw aandacht, hè, met uw gevoel, onder uw voetzolen, onder uw schoenen als je die aan hebt, onder de vloerbekleding of waar dat je ook zit, al zit op een verdieping ergens heel hoog, je kunt helemaal diep met uw aandacht in de grond. Zoals een boom met wortels diep in de grond gaat. Wortels wijd vertakt ook naar voren, naar achter, naar links, naar rechts. Heel stevig. Een heel stevig wortelgestel. En naar boven toe groeit een boom, hoog naar de zon toe, naar het licht. Dus uw kruin reikt omhoog naar de hemel. En uw wervelkolom wordt daardoor licht, luchtig uitgerokken naar boven toe. Je wordt daar... Je komt helemaal in een rechte houding. Een open houding. Een stevige houding. We gaan de 5 elementen Qigong doen. Voor mensen die nu pas binnenkomen. Dag Lut. Sonja. Dus welkom allemaal. We doen de 5 elementen Qigong. En dat zijn de 5 grote belangrijke organen. Of de yin-organen. Ik ga niet te veel vertellen. We gaan dat gewoon doen. We beginnen bij de longen. En begin maar eens met uw handen warm te maken. Heel goed wrijven, vooral in de handpalmen. En breng dan een glimlach in uw handen. En leg de glimlachende handen op uw longen. Als dat moeilijk is om te glimlachen, probeer u dan voor te stellen dat je op een hele mooie plek staat in de natuur. En de zon schijnt in uw gezicht en uw ogen beginnen te glimlachen. En die glimlach van uw ogen, die straalt door heel uw hoofd, vult heel de binnenkant van uw hoofd. En straalt verder door uw keel naar uw longen. Glimlach naar uw longen, alsof je 2 vrienden of vriendinnen tegenkomt op straat. Geef die een vriendschappelijke glimlach. Uw longen houden daarvan. Uw longen ontspannen daardoor en voelen zich daar gesterkt door. En dan een beetje buigen door de knieën. Terwijl je benen strekt, komen de armen omhoog. En je legt uw handen als op een groot luchtbed. Heel ontspannen. Met de handpalmen naar beneden. En dan is de beweging, terwijl je recht komt, inademen, inademen, inademen. Draai de handpalmen naar boven en uitademen, uitademen, buig door de knieën. Als je buigt door de knieën, houd je rug goed recht. Dus dat wordt inademen, inademen, inademen. Draai, uitademen, uitademen, uitademen. En hou je vingers goed lang, je handen, je armen goed lang. Dus je rekt een beetje naar buiten, zonder ze te strekken. Maar rek een beetje naar buiten. Welkom ook Brigitte, Janine. Fijn dat je er bent. De visualisatie van deze oefening. Je beeldt u in dat er wit licht in uw buik naar uw longen stroomt. En dan van uw longen door uw armen naar uw handpalmen. Zeker naar de duimen en de wijsvingers. En dan terug van de duimen en de wijsvingers naar de longen. En dan naar de nieren. Uw nieren ontvangen de chi van de longen, dus van de buik, wit licht, naar de longen, naar de handen. Van de handen, naar de longen, naar de nieren. Dat is echt een cadeau. Houd er een glimlach bij, als je kunt. Dus een glimlachende witte aandacht, of zoiets, naar uw duimen en wijsvingers. En dan verder, of terug, naar de longen en naar de nieren. Als uw armen moe worden, laat ze gerust zakken. Dus iets minder krachtig de oefening dan, maar dat is niet erg.
Je kunt de visualisatie blijven doen. Nog één keer. En leg dan uw handen op uw nieren. Glimlach naar die plek. Uw nieren zijn twee vuistgrote bonvormige organen in de onderrug, achter de onderste ribben. Geef die plek een glimlach. Dat kan moeilijk zijn, hè? Als dat moeilijk is, geen enkel probleem. Probeer maar. Ga ongeveer met een glimlach naar die plek. We doen de oefening voor de nieren. En daarvoor gaan we breed genoeg staan. Dus iets breder dan schouderbreedte. En mijn excuus, maar ik doe dat met mijn rug naar u toe om het duidelijker te maken. Leg uw linkerhand op uw rechternier. En uw rechterhand zo voor u uit. En dan buig zo ver als je kunt. Blijf binnen uw comfortzone. Ga niet buiten uw grenzen. En schep als het ware iets op. En terug in de basishouding. Je moet geen rechte rug hebben als je buigt. Maar je voelt dat je nieren daardoor geactiveerd worden. Ik doe het in spiegelbeeld. Je kunt hier ook een visualisatie bij doen. Maar ik moet eerst zeggen, probeer goed te draaien vanuit je liezen. Dus vanuit je liezen, dat heel die zone, heel die sacrum, sacrale zone, dat die helemaal doorbloed wordt en dat de chi daar goed doorstroomt. En de visualisatie kan zijn dat je donkerblauw, zwart water, dat is de energetische kleur van de nieren, dat je dat opschept, dat stroomt door je hand, door je arm, door je schouder, helemaal in de rechternier. En nog één keer. En dan wisselen we van kant, dus je rechterhand op je linkernier, linkerhand naar voren en schep. Als je een konijn in de buurt hebt, kun je het ineens wat aaien. Doe maar verder, ik doe mee in spiegelbeeld. Dus donkerblauw water, een helend, genezend water, schept je op. En stroomt door heel je arm in de nier. Die visualisatie is niet nodig. Als je dat niet fijn vindt, doe je dat niet. Deze oefening werkt ook heel krachtig zonder visualisatie. Oké, leg dan uw hand, uw handen, beter, op de lever. En glimlach naar uw lever. Uw lever is het grootste orgaan. Dat loopt helemaal in de rechterflank. Tot zelfs over de middenlijn loopt die lever. Lever, galblaas. En glimlach daar naartoe. Geef uw lever uw beste glimlach, een vriendschappelijke glimlach. We blijven met de benen in dezelfde houding, de ruiterhouding. En we gaan ietsje dieper. Hoe diep je gaat, moet je zelf zien. Hoe dieper je gaat, hoe beter, maar binnen uw grenzen. Hè. Dus je gaat echt zitten. Er viel even een parasol om. Misschien is het beeld niet meer goed nu. Het beeld is weg. Ja, misschien is de klank... Het beeld is terug.
Mijn excuus, technisch probleem. Technisch probleem. Ik denk dat het beeld nu scheef staat. Ik ben zelfs zeker. Sorry dat je hier een beetje ziek van wordt. Zeeziek. Ik hoop dat iedereen mij nog hoort. Geef mij een bril eens. Laat eens iets weten als je mij nog kunt horen, want ik denk dat het hier helemaal gestopt is. Ah, het is oké, zegt Janine. Dank u, Janine. Het is oké. Staat het beeld recht? Dirk, staat het beeld staat het beeld recht of schuin? De klank is oké. En het beeld? Oké. Is dat oké? Laat eens iets weten. Of sta ik scheef? Bon, als ik scheef sta, laat het maar weten. We gaan gewoon verder. We waren bij de lever. Benen in de ruiterhouding. Maak twee vuisten. Maak geen vuisten. De handpalmen recht omhoog. En de handpalmen in de zij. Glimlach naar de lever. En dan gaat je één handpalm, kies maar eentje, omlaag brengen. En in de aslijn van het lichaam, in de centrumlijn, naar voren brengen. Dan draait die om. En de andere handpalm omlaag en naar voren. Dan draait die om. Handpalm omlaag en naar voren. Dus uw achterste hand brengt je omlaag en naar voren. De voorste hand draait telkens om. Dat is de beweging. Dit is een technisch moeilijke, dat is de moeilijkste van de vijf. Maar het is een heel deugddoende oefening. Dus probeer daar wat mee vertrouwd te geraken. Het is alsof je twee dingen tegelijkertijd omdraait en dan wisselen de handen van plaats. Mensen die Tai Chi doen, kennen dat. Maar als je dit voor de eerste keer doet, kan dat best wat uitdagend zijn. Probeer goed te rekken. Dus je rekt uit al die weefsels, al dat bindweefsel, al die ligamenten worden uitgerokken tot in de lever. Dus je draait ook weer van hieruit. Je draait vanuit je buik en probeer diep te ademen in je buik. Ontspannen, hè? Zonder forceren, maar diep ademen in de buik. En dan rekken. Als dat goed gaat, maar alleen als dat goed gaat, dan kun je dat sneller gaan doen. Dus dan krijg je per ademhaling ongeveer 3 bewegingen. Inademen, 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 uitademen, uitademen. En de lever wordt daardoor soepel gemaakt. Een goed functionerende lever, die we natuurlijk brood nodig hebben in u, in ons immuunsysteem, in heel onze gezondheid. Een goed functionerende lever is soepel, mushy. Alles stroomt. De leverenergie zorgt voor een goede flow van de chi in het lichaam. Dus als dat allemaal vlotjes gaat, dan gaat al de rest, gaat heel je energetisch systeem ook mee vlotjes. Dus alles stroomt, dat is een goede visualisatie. Zo, alles stroomt zonder hindernissen, zonder blokkades. Adem diep in de buik. En maak je lang telkens, hè. Lange armen. Lange armen. Vermoeiend, hè?
Mag ook wel, hè. Beetje sport. Laat dan de beweging uitbollen zonder ze abrupt te doen stoppen. Laat maar uitbollen. En leg uw handen op uw hart. Waarschijnlijk voelt u uw hart sneller kloppen dan normaal, van de vermoeidheid. Glimlach naar uw hart. Geef het een liefdevolle glimlach. En maak dan een bal met uw linkerarm onderaan. Ik doe spiegelbeeld. Maak een bal voor uw buik, dus net onder de navel. De dunne darmzone. En dan draait je vanuit je liezen ook weer, draait je zo ver mogelijk opzij. Breng je linkerhand horizontaal, je linkerarm horizontaal, je rechterarm verticaal. Dus je maakt een soort letter T. En dan reikt je zo ver mogelijk naar links. Maak terug een bal. Rechterarm is onderaan. De rechterhand horizontaal, de linkerhand verticaal klopt. En rijk. En terug. Linkerhand onder. Uitademen, uitademen, uitademen. Open uw ogen. Inademen. Breng de handen en ook uw aandacht helemaal naar uw buik. Het is de hartenergie die van onder uw oksel, uw rechteroksel is nu open. Daar begint de hartmeridiaan. En ook de handpalmen zijn gelinkt met het hart. En dus die overtollige energie van het hart komt naar buiten. En dan wordt die verbonden met de dunne darm. Hart en dunne darm. En uitademen. Dus breng uw aandacht naar uw handpalmen. Als je uitademt en naar je oksels. En als je inademt naar je buik, naar je darmen. Geef dan een glimlach aan die darmen. Nog één keer in beide richtingen. En leg uw handen op de maag en de mild en de pancreas. Voeten op schouderbreedte. En glimlach naar uw maag en uw mild en uw pancreas. Alleen dit is al een fantastische oefening. Kunt je ook doen waar je maar wilt. Ja, er staat veel wind. Jullie staan waarschijnlijk binnen. Maar er is veel wind en vandaar is er al wel eens iets omgevallen hier. Maar zolang we zelf recht blijven staan. Oefening voor de mild en de pancreas. Er zijn veel varianten van. Breng uw handen naar links. En je hebt een bal vast. En dan... Laat je handpalmen naar de aarde toe. Gericht. En breng ze naar rechts. De handen maken een driehoekje. Aan je rechterflank. En dan breng je die omhoog. En rek ze zoveel mogelijk naar boven uit. Draai dan. Terwijl je kijkt rond dat driehoekje. Maar je blijft kijken naar hetzelfde punt. En dan ga je naar de andere kant naar beneden. Ik moet daar eventjes eerst iets over uitleggen. Als je dat driehoekje boven je hoofd hebt en je kijkt door dat driehoekje en je draait, dan blijf je hetzelfde punt visualiseren op je plafond of ergens anders, terwijl je draait. Dus het is niet dit, maar het is dit. Hetzelfde punt. Oké. Dan, van links naar rechts. Handpalmen naar de aarde gericht.
omhoog. En draai goed vanuit je liezen. Ook hier weer, staartbeentje is gekanteld. Ook hier weer, ook die zone. Krijgt een heerlijke doorbloeding van chi en bloed. En dan heb je terug een bal vast. Inademen, inademen. Draai. En uitademen. Als je last hebt van je nek, nekartrose of andere nekklachten, kunt je ook je hoofd naar voor gericht houden. Dan beeld je in dat je kijkt door een driehoekje, alsof je met je kruin door dat driehoekje kijkt. Dat is om je nek een beetje te sparen. Maar rijk goed naar boven, rek goed uit. En draai goed met je knieën boven de voeten. Dus je knieën gaan niet mee naar links, naar rechts. Je draait van hieruit. We doen nog één keer aan beide kanten. Heerlijke oefeningen zijn dat, hè? Echt fantastische oefeningen. Leg je handen op de, net onder de navel. En dan kun je nu terug de longen doen. En de nieren en de lever en het hart enzovoort. En dan kun je de vijf elementen nog eens helemaal opnieuw doen. En dat doe je dan drie keer of wat dan ook. Of je kunt daarmee spelen zoveel als je wilt. Je kunt ook één van die oefeningen eruit halen en die een aantal keer doen. Je kunt daar echt heel veel kanten mee uit. Het zijn heel deugddoende oefeningen. Hoe vaker je ze doet, hoe beter ze werken. Omdat uw zenuwbanen zich daarop gaan afstellen. Je gaat synapsen maken die het veel makkelijker gaan maken om in de juiste gewaarwording te komen. Dus voilà. Dat is het eigenlijk. We gaan de afsluiting doen. Dus de hemel naar beneden brengen. Laat al uw aandacht in uw buik stromen. Al uw aandacht, gelijk water in een kom, in uw buik. Die kom vult zich meer en meer met, en dan kun je als je beelden wilt gebruiken, water of energie. Als je geen niet houdt van beelden, gewoon uw aandacht daar naartoe, uw volle aandacht. Naar die plek net onder uw navel in de buik. Leg uw handen daar net onder de navel. En blijf nog eventjes met uw volle aandacht daar aanwezig. Wrijven in de handen. Wrijven over het gezicht. Als je een bril aan hebt, kun je boven je bril of je zet je bril even af. Oren masseren. Alle punten van de oren, van boven naar onder. Je kunt ook trekken aan je oren, flapperen met je oren, kammen door het haar. Maak dan kommetjes van je handen en klop van je voorhoofd naar je achterhoofd. En nog een keer.
En nog een keer. De voorzijde van het lichaam. En de zijkant. Andere zijkant. Dan de rug. De nierzone. Niet te hard, dat is gevoelig terrein. Als je een beetje naar voren leunt, is dat nog iets intenser. En dan probeer je rug helemaal te ontspannen. En als je dat met de vuisten masseert, kun je diep in het weefsel gaan. Het heiligbeen, kloppen op het heiligbeen. En dan ook in de bilspieren, zeker ook de rand van het heiligbeen. Heel de bilspieren. En dan langs de zijkant van de benen naar beneden, langs de binnenkant naar boven. Zover als comfortabel is. En nog een keer. Laatste keer. We eindigen zachtjes bij de buik. Leg je handen net onder de navel. En kom gewoon nog even tot jezelf. Richt uw aandacht maar op het beste van uzelf. Het meest essentiële van uzelf. Het meest wezenlijke. Gewoon wie dat je bent. Uw kwaliteiten, mogelijkheden. Al die schatten die je in u draagt. Geniet er maar van om zo even uzelf te zijn. Oké, dankjewel voor het meedoen, voor het kijken. Als je dit nog eens wilt terugbekijken, dan kun je dat op het YouTube-kanaal van Rust in Beweging. En het is altijd leuk van een kleine reactie te geven of zie maar wat mogelijk is. En volgende week, zelfde uur, zelfde tijd, zijn we terug met een volgende live. Hou het veilig, hou het gezond.